Michel Atouille. Bal op de bal. Die zou nu eventjes van het momentum gebruik moeten maken om achter elkaar een paar punten te scoren. Dat kan met het rallypoint systeem. En als coach kun je daarop ingrijpen door dan die twee beschikbare timeouts op te vragen. Uit. Ja, niet aangeraakt door de blokkering van Nederland. En hierover is geen misverstand mogelijk. Bal is uit. 4-1. En nu de side-out voor Nederland. Djiba. Waar legt hij neer? Ik denk bij Guido Gutsen. Nee, wij rijden er weer door. En Guido Gutsen met de bal van achter de 3 meterlijn. Dat is goed. Let op, nummer 5. Door het Braziliaanse blok heen. En weer door, te hard. Dieleman via het Braziliaanse blok van Bittencourt. Bas van der Goor. Het is natuurlijk lekker voor zo'n Dieleman om in zo'n goed Nederlands team mee te spelen. 7-2. Voor deze verrassende opslag van Bas van der Goor. Verkeerd getimed. 7-3. Dat kan ik ook, denk Pereira. Via het blok van de Brazilianen. Guido Gutsen met zijn favoriete bal van de buitenkant. 8-3. Blok van Guido Gutsen en Mike van der Goor. Dat is goed. Aanval van Nederland moet het nu doen. Wie? Guido Gutsen. Niet aangeraakt, denk ik, door het Braziliaanse blok. Hoewel Guido Gutsen dat dolgraag wil. Kijkt ook nog naar wat Braziliaanse spelers, maar het is niet aan de orde. Bas van der Goor probeert nog even bij de scheidsrechter zijn gelijk te halen. Het gelijk van Guido Gutsen. Lukt niet, het is 8-4. Goed van Dieleman. Krijgt natuurlijk minder dan in de situatie van 14 dagen geleden. Guido Gutsen. Goeie opslag. Moet je pakken, ja dat doet Bas van der Goor, die staat goed. En de nummer 1. Net aangeraakt door de Brazilianen. Goeie tussensprint van Nederland, 10-4. Absoluut complete volleyballer en de nummer 2 met zijn 22 jaar. Goeie stopper. Blokkerend ook, goede aanvulling van Bas van der Goor. Gutsen. Vorige opslag was hard, deze ook. Is die nog te halen? Nee. Martijn Dieleman. De slag is hard van Perizzardo. Het scheelt 2 centimeter. Mike van der Goor. De routine bij Bittencourt
147 in het land. Puntje voor puntje komt Brazilië dichterbij. Die bal is uit. Ja, nu wel goed beoordeeld van Marco Klok zelf de situatie. Vorige set. Net aangeraakt door, ik denk, Bas van der Voor. Ja. Djiba. Dit zijn de situaties waarin je als team moet scoren als de tegenpartij de opslag heeft. Driemansblok. En een tweemansblok. Steeds zijn de Brazilianen er niet doorheen. Goed voor aan het nummer door. In zijn eentje. Laat met Bas van der Voor kijken of Bas het nog raakt. Nee, die komt te laat. Het is alleen Reiner nummer door. 13-8. Aanwijzingen voor Martijn Dieleman van Bas van der Voor. Alles uit. Niet aangeraakt. Terwijl de Brazilianen dat wel graag zouden zien. En nu toch ook aangegeven door een van de lijnrechters. Daar is Bas van der Voor niet zo erg tevreden mee. Zij zegt dat hij er bovenop stond, zag het niet. Een van de lijnrechters zag het wel. Het is 13-9. In plaats van 14-8. Favoriete bal van Guido Gutsen. Dieleman. Net aangeraakt. Door de Nederlandse blok. Verdediging. Guido Gutsen. Brazilianen komen dichterbij. Het is 13-10. En nu heeft Nederland vechtlust en het publiek nodig. Stop is goed. En de smash van Bas van der Voor. De middenaanval ook. Niet te snel, heeft ietsje meer ruimte. Je kan uitzoeken waar hij wil spelen. Misverstand. Via de handen van Guido Gutsen buiten de lijnen. Boosheid van het Nederlands team op de lijnrechters. 14-11. Mike van der Goor, maar de Brazilianen hebben goed het oog op die middenaanval. Laat zich niet van de wijs brengen en scoren 14-12. Pereira. Heel slim van Bitancourt. Bal van Gutsen is niet hard genoeg. De side-out van Nederland is op dit moment slecht. Mike van der Voor die eindelijk de bal kan scoren. En het 15e punt maakt, 15-13. Dieleman. Neemt hij risico? Ja, dat doet hij. Maar te veel. 16-13. Nee. 15-14. En deze bal ook uit. 16-14. Is goed. Tweede kans voor de Brazilianen. Djiba, die staat hem uit. 17-14. Vanuit de eigen opslag scoren, dat is een goede situatie. Te diep.
Die heeft een hele harde opslag, die nummer 16. Renato Ferizzardo. Bij zijn vorige beurt ging de eerste aanval ook, eerste opslag als een soort ace, viel die binnen. De tweede opslag ging uit trouwens. Kijken wat er nu gebeurt. Hij doet hem nu zacht. Vier bal van Belvedere Michel Latouille in naar Mike van der Voort. Dan komt hij heel snel. Geen kans voor de blokkering van de Braziliaan. Mike van der Goor speelde het afgelopen seizoen bij Padova, de Italiaanse competitie. Brazilianen spelen allemaal in hun eigen competitie. Maar die staan ook behoorlijk sterk. Gutsje. Wat heeft hij nodig? 2 punten voorsprong voor Nederland, 19-17. Alles uit. Blokking goed, maar spatte net buiten de lijn. Djiba. Juleman. Blok van Pas van der Goor en Reiner nummer door. Sterk wapen van het Nederlands team. 20-18. Giarotti, Douglas van voren. Blijft spannend in die vierde set, 20-19. Nederland moet goed side-out spelen. Dus op de opslag van de tegenpartij scoren. Martijn Dieleman. Ligt ruim. En staat heel bekeken. Je ziet hem kijken. Ook Djiba had last van problemen met zijn enkel. Was van de Goor naar achteren, dus niet meer als blokkeerder voor het net. Dus wellicht wat minder. De functie wordt nu overgenomen door zijn broer. Het is gewoon zo dat de combinatie van Bas van de Goor met Reiner nummer door als blok beter is dan de combinatie Mike van de Goor en Guido Gutsen. De tactische wissel van de Braziliaanse coach. Hij wil 1 punt scoren via het blok. Joel Monteiro. Kijk hoe dat lukt. En dat moet dit punt maken. Hetzelfde doet coach Ton Gerbrands. Vervangt spelverdeler Michel Latouille door Albert Christina. Om ook dat Nederlandse blok te versterken en de Braziliaanse aanval tegen te houden. Kijken of dat lukt. Moet deze opslag goed gaan. Te laat het blok van Mike van der Goor en Guido Gutsen. Kijk maar. Alles lang weg. Christina weer eruit. Latouille in terug. 1 punt verschil. 22-21 Nederland. Als je die side-out maar haalt. Via deze smash van Guido Gutsen. Dan blijf je die 2 punten voor. Dit is de bal die hij nodig heeft. Een ruime bal. De ballen naar hem liggen soms iets te... te kort. Hij is wel een hele gevaarlijke opslag, maar op dit moment niet. En
En nu de side-out pakken van de Brazilianen. Maar daar staat weer die hele lastige Felizardo met die vreselijk harde opslag. Stop door Gutsen nu. Dieleman, lastig opdracht hoor, maar hij doet het goed. De Brazilianen kunnen de bal lang zien aankomen, want ze weten bijna dat hij naar Martijn Dieleman gaat. Hij slaat hem tegen de handen van Djiba aan. Goed gedaan. 24-22. Mike van de Goor aan de opslag. Nederland heeft nog één punt nodig. Komt dat uit de eigen opslag? Via Mike van de Goor. Houdt hem in ieder geval in. Bal is uit. Niet aangeraakt door het Nederlandse blok. En het is 25-22. Winst in de vierde set. En dat betekent 2-2 stand in sets. En dat betekent de beslissende vijfde set tot de 15. Djiba, hij gaat serveren. We moeten de officiële wedstrijdbal hebben. Het is precies 5 uur. Begin van de vijfde set. We rijden nu weer door, dus in. Gaat nu snel, 1-0. Geen time-outs meer van 90 seconden in deze wedstrijd, in deze vijfde set. Wat doen we hier? Gepakt door het Nederlandse blok. Mogelijkheden voor Dieleman. Kijken of dat lukt met het zware driemansblok van de Brazilianen. Verdedigd door Djiba achterin, Lima. Bitancourt is goed. Evenwicht, 1-1. Beide ploegen uit de opslag gescoord. Stop van Nummer door. Hij mag gelijk de aanval doen. 2-1. Geen fouten nog van beide teams. Risico voor Nummer door, maar dat moet hij doen. In de aanval van Pereira is goed. 2-2. Blijft evenwicht. Kansloos blok van Guido Gutsen. Kansloos ben je als de aanval goed uitgevoerd wordt. Dieleman, lastige bal voor hem. En dat doet hij toch goed. Wat doen we hier? Neemt het risico. Dieleman redt zich eruit. 3-2 Nederland, Bas van de Goor. Nu moet de blokverdediging een puntje pakken. Dan loop je even uit. Dat is in eerste instantie Mike van de Goor die dat doet. Maar Bitancourt slaat de bal binnen de lijnen. Evenwicht dus. Nog steeds. Stop van Guido Gutsen. Is niet goed. Fout aan de Nederlandse kant. 4-3 voor de Brazilianen. Op de eigen opslag mag dat eigenlijk niet. Nummer door, opslag of stop is wel goed. Guido Gutsen. 4-4. En dat ene foutje brengt Nederland toch in deze set op achterstand. Want Dieleman serveert nu. En de Brazilianen moeten dan gewoon het af kunnen maken. Tenzij Dieleman zo lastig serveert dat de aanval van de Brazilianen niet goed komt. Maar die komt wel goed. Djiba. 5-4 Brazilië. Guido Gutsen heeft het tegen de scheidsrechters, maar ik geloof dat ook een beetje frustratie bij hemzelf is. Gustavo. Stop voor Gutsen is nu goed. Bas van de Goor met de aanval van achter de 3 meter lijn, de pipe. Hier komt hij, let op. Hier komt hij. Keuze van Latouhien is gewaagd, maar goed. 5-5. Er moet een puntje gepikt worden van de Brazilianen. Dat gaat niet zo. 6-5 voorsprong voor Brazilië. Lima.
steeds weer nummer door. Dat wordt een heel betrouwbare factor in het Nederlands team. 6-6, Mike van der Goor. Nu het Nederlandse blok. Lukt niet. Chiarotti is te snel. Springveer. 7-6 voorsprong. Chiba. Oh, slechte stop van Reinder Nummerdor. En professioneel gebruik gemaakt door de Brazilianen. 8-6 bij de veldwissel in de vijfde set. Brazilianen maken tot nu toe in de vijfde set geen fout. Nederland twee stopfouten. En dat brengt het verschil in deze vijfde set tot stand. 8-6. Dat is niet goed. Het zijn eigen fouten. Pas van de Goor met de tactische bal. Onhaalbaar voor de Braziliaanse libero Ferreira. Nederlandse blok, kom op. In zijn eentje, rende nummer door. Remt de bal wel. Hij valt op de grond, 7-9. Spanning lijkt eruit bij het Nederlands team. Lijkt nerveus. Gilles Rutte. Is goed, moet toch van hem komen, de routinier ook. 8-9. Neem maar door. Naar de stop van de Brazilianen is geweldig. Eigenlijk al een hele wedstrijd. Kleine inzinking in de vierde set. Maar de bal komt verschrikkelijk goed steeds bij spelverdeler Lima. 10-8. Dat kun je van Nederland niet zeggen. Nederland stopt duidelijk minder. Guido Gutsen. Jammer van die stopfout in het begin van de vijfde set. Die 9 voor Brazilië. Nederland moet een puntje scoren. En niet op deze manier. 11-9. Dieleman slaat uit. Ja. Guido Gutsen slaat uit. Het is niet te geloven in deze situatie van de wedstrijd. 13-9. Kan niet. Nu wel goed. 13-10. Maar het is waarschijnlijk de laatste. Dit wordt wel een hele moeilijke opgave. Komt nu een eigen opslag. Van Nederland. Daarom moet het blok versterkt worden door Albert Christine in te brengen. En hij mag niet al te veel risico nemen. Hij moet hem ook weer lastig over het net brengen. Dat lukt wel. Blok van Nederland functioneert goed. Mike van der Goor. Albert Christine komt er net in. Dus tweede keer voor de Brazilianen. Op de handen van Bas van der Goor. Nog gepakt. En dat is 4 keer voor het, door het Nederlands team. En dat is 14-10 en 4 matchpoints voor het Nederlands team. Waarbij Michel Latouille in Albert Christina natuurlijk weer vervangt. En het Nederlands team met 14-10 achter staat. En na 2 uur en 10 minuten. De eerste wedstrijd hier in Ahoy. Morgen wordt de tweede wedstrijd gespeeld vanaf 3 uur. Waarschijnlijk met 3-2 gaat verliezen de matchpoint van de Brazilianen.
Topnummer, dat is goed. Mike van der Goor. 11-14. Klein wondertje kan Nederland nog redden. Gutsen met de opslag. Uit, en dat is het 15e punt. Ja, wat moet je? Hij neemt het risico. Slaat dan uit. En dat betekent dat de Brazilianen met 15-11 de 5 zet winnen. Toch Hermans, ik zag u nogal behoorlijk.